Sint Jozef voor een zalige of gelukkige levensstaat. De enige officiële bedevaartsplaats van Sint Jozef in Nederland ligt in de Smacht en is te bereiken komende via de A67 afslag 8, Keuze richting Marsees. Zodra u de spoorlijn hebt gepasseerd, linksaf richting Smacht. De kapel van Sint Jozef werd in 1699 gesticht. En ligt in de buurtschap Smakt, in Oude Bronnen en lokaal meestal de Smakt genoemd. Het is het kleinste kerkdorp van de gemeente Venray en het ligt in de meest noordelijke hoek van de gemeente aan de spoorlijn Venlo-Nijmegen. De gemeentegrens valt hier samen met de grens tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant. Behalve als patroon voor een zalige dood en van het christelijk huisgezin Wordt sint jozef door de jeugd aangeroepen als patroon van een zalige of gelukkige levensstaat? In december 1698 verklaarde Johan Albert Bouwens van der Booien, baron van Ereisje en heer van Venraai, zich bereid tot de bouw van een parochiekapel in de buurtschap Smakt. Na de sloop van kasteel Makke, in 1806, bleef een steen bewaard met het Alliantiewapen van de heer van Makke en zijn echtgenote. Deze steen is in 1952 tegen de kapelmuur geplaatst en na restauratie in 1983 is de wapensteen ingemetseld in de muur tussen de kapel en de rectorswoning. Voorwaarden waaronder de stichting plaatsvond tot de bouw van deze kapel werden vastgelegd in een overeenkomst met de pastoor van de parochie gedateerd 7 oktober 1699. Korte tijd later gaf de bisschop van Beaumont zijn goedkeuring. De kapel kreeg in 1806 de status van hulpkerk. De bediening ging op de oude voet verder en op zon- en feestdagen kwam een elders residerende geestelijke naar smacht voor het opdragen van de mis en het geven van godsdienstonderwijs. De toewijding van de kapel aan sint Jozef wordt meestal in verband gebracht met de bloei van de Jozef-devotie in Spanje. In 1678 wijde koning Karel II het Spaanse Rijk aan Sint Jozef toe en tot de Spaanse bezittingen behoorde op dat moment ook de heerlijkheid Venray in het overkwartier van Gelder. Tot de inventaris van de kapel behoort een zilveren kelk met het wapen van de kapelstichter baron Johan Albert Bouwens van der Booien en het opschrift Sint Jozef bidt voor ons 1700. De heilige Jozef was echtgenoot van Maria en de pleegvader van Jezus. Nieuwe Testament noemt hem vooral bij de geboorte en de kinderjaren van Christus. Hij stamde uit het geslacht van David. Van beroep was hij timmerman in Nazareth. En het beeld van de seniele grijzaard wordt verdrongen door de Sint Jozef in de bloei van zijn leven met het Jezuskind aan zijn hand of op zijn arm. Jozef wordt afgebeeld met diverse attributen zoals een kaars of lamp wijzend naar de geboorte in de stal van Bethlehem, een wandelstok naar de reis naar Egypte, de bloeiende staf het huwelijk met Maria, de lelietak verwijzend naar de maagdelijkheid en timmermans gereedschap. Jozef is de patroon van een zalige dood, van de stervende, de familie, het huwelijk, de weeskinderen, de timmerlieden en houthakkers. Sinds de 19e eeuw is hij patroon van de arbeiders in het algemeen. Het feest van Sint Jozef werd al in de 9e eeuw op 19 maart ter Reichenau in Duitsland gevierd. Pas in de 15e eeuw werd het feest algemeen. Karmelites Theresia van Avila en ook Franciscus van Salus bevorderden de jozef devoties sterk. In 1562 wijde Theresia van Avila het eerste klooster in Avila toe aan Sint-Jozef. En in 1870 verheef Paus Pius IX Jozef tot patroon van de kerk. Paus Leo XIII wees de maand maart aan als de Jozefmaand en gaf zijn goedkeuring aan een speciale litanie van de heilige. Paus Pius XII stelde op 1 mei 1955. Het feest in van Sint-Jozef Arbeider. Het oorspronkelijke Jozefbeeld is in het bezit van het Rectoraat. Het betreft een gepolychromeerd houten cultusbeeld van een halve meter hoog van Sint-Jozef, het Christuskind aan de hand, leidend. Sint-Jozef is voorgesteld als voedstervader van Jezus, de titel die de kerk aan Jozef heeft toegekend als maagdelijke echtgenoot van Maria. Hij houdt het Christuskind aan de hand, dat zijn armpje naar de gelovigen uitstrekt. Met zijn andere hand maakt Jozef een wijzend gebaar. Het beeldje is eenvoudig van uitvoering, dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 18e eeuw en wordt beschouwd als een product van volkskunst. Het werd in 1999 gerestaureerd. Het huidige beeld in de kapel is een replica. Het staat in een barokke retabel van omstreeks 1700. In het retabel is het Alliantiewapen aangebracht van de stichter van de kapel, Johan Albert Bouwens van der Boeien en zijn vrouw. In 1860 streek de Brabantse priester Heinen in de buurtschap neer. Hij kreeg van de bisschop van Romont toestemming om de diensten in de kapel op zich te nemen. Tijdens het rectoraat van Heinen. Van 1860 tot 1880 werd een rectoraatswoning gebouwd en de Sint-Jozef-kapel werd vergroot. In maart 1887 kwam de nieuwe kapel of rectoraatskerk gereed. En uit hetzelfde jaar dateren de eerste berichten over georganiseerde bedevaarten naar smakt. Op het feest van Sint-Jozef kwamen volgens een verslag in het Venlo's weekblad ongeveer duizend pelgrims naar het bedevaartsoord. Waaronder 122 leden van de congregatie van de Heilige Familie uit Kuik. De grote bloei van Smacht als bedevaartsplaats van Sint-Jozef is vooral het werk geweest van rector Franciscus Kremers. Hij kwam in 1880 naar Smacht, zijn eerste en enige standplaats. Het geestelijke klimaat voor de stimulering van de divorcie was gunstig door de steun van de pausen Pius IX en Leo XIII. Bovendien was de buurtschap uit zijn geïsoleerde positie bevrijd door het gereedkomen van de spoorlijn Verlo-Nijmegen in 1883. Reizigers die bij het station Vierlingsbeek uitstapten, bevonden zich op 30 minuten gaans van de Sint-Jozef-kapel. De eerste zaak die Rector Kremers na zijn benoeming aanpakte, was de bouw van een nieuwe kapel. Hoewel het kerkgebouw in eerste instantie bedoeld was voor de gelovigen van Smacht en Holthees, heeft Kremers zeker ook een nieuw centrum voor de sint jozef devotie in gedachten gehad. Rector Heine liet in 1862 ten noorden van de kapel een rectoraatswoning bouwen. Ten zuiden van de kapel verrees in 1886 door toedoen van rector Kremers een nieuwe kapelkerk in neogotische stijl. Architect Johan Keizer uit Vendo. De oude kapel kreeg toen de functie van bidkapel terwijl de nieuwe kerk. Eveneens toegewijd aan Sint-Jozef ging dienen als rectoraatskerk en als centrum voor kerkelijke plechtigheden ter ere van de patroonheilige. De schenking van een stuk grond achter de kerk stelde de in staat om een processiepark aan te leggen. Door de oorlog is dit processiepark in verval geraakt. Parochiebestuur overweegt echter dit weer een ere te herstellen. En ten grieve van de Bedevaartgangers werd in 1910 het Pelgrimshuis gebouwd. Een caféwinkel met woonhuis. Is het Pelgrimshuis, hoe is het ontstaan? Het is uh, gebouwd in 1910. En toen is er een uh, locatie gezocht voor de opvang van de bedevaartgangers die op smak naar bedevaart gingen en die dan terecht zouden moeten kunnen voor een cupje koffie of souvenirs of dat ze naar het toilet toe uh, zouden kunnen. In 1910 is de achterneef van mijn vader is er begonnen en dat was Bonans. En dat is nu van Bonans tot Bonans in 110 jaar. En de eerste Bonans die hebben 10 jaar gezeten van 1910 tot 1920. Na die tijd daar is familie Nelle, de kuster zoals iedereen wel kent en die hebben er 45 jaar in gezeten van 1920 tot uh, 65. En na nou, die periode is familie Wismans het vier jaar in het Pelgrimshuis gezeten. En daar zouden dat uiteindelijk de Bedevader een stukje terugnomen in, in de behoefte van, van het, het kerkgangersgedeelte. En in de jaren uh, 60 daar is, of in de jaar 70 daar is die jeugd Kussels weer mee begonnen. En toen zagen we dat het bedevaartgebeuren weer een hele impuls kreeg. En dat nou de diensten, dat bij ons de zaak weer volleed. voor mensen met uh, voor koffie en vlaar. Wij zelf, zijn begonnen in 1977. Uh, en wij zitten nu alweer 40 jaar in dit, uh, in dit bedrijf. En wij zien dat de bedevaart altijd stijgende lijnen is geweest. Alleen op dit moment zien we dan toch dat het iets teruggang vindt. En uh, wordt dat het dan ligt. Het zal ook een stuk aan de vergrijzing liggen van mensen die, die op Bedenvaart gaan. Het is wel zo dat mensen in de huidige tiet wat meer uh, tijd nemen om um, op Bedenvaart te gaan. Het is of een dienstbewoner en lekker een kopje koffie of even lunchje oppakken. Of het is puur een bezoek aan de Smakt, aan de Sint-Jozef-Kapel. En daar even een kersten op en een, een gebedje doen en een dag verder zullen. In Smacht vindt men ook andere sporen en plaatsen van sint Jozef devotie Ter herinnering aan de viering van het 200-jarig bestaan van de Sint-Josephkapel werd in 1899 een kapelletje aan de overzijde van de spoorlijn gebouwd, toegewijd aan onze Lieve Vrouw van Smarte. Het parkje bij die kapel kreeg in 1954 de bestemming van kerkhof en in 1950 werd de Mariakapel afgebroken. Het kerkhof bleef. In de kerkhofmuur werden de zeven plakettes geplaatst. Met voorstellingen van de Zeven Vreugden en Zeven Smarten van Jozef en Maria. De plakettes van geglazuurde keramiek zijn vervaardigd door de Maastrichtse beeldhooster Hagemeyer. Het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Smarten is, zoals gezegd, eind jaren 50 afgebroken. Op 11 augustus 1930 kreeg Smak de formele status van rectoraat. In overleg met het bisdom Den Bosch werd de geestelijke bediening van Holthees aan het rectoraat toegevoegd. De komst van rector Wonders in 1935 gaf een nieuwe impuls aan de devotie tot sint Jozef. Wonders wilde de smakt op de kaart van Katholiek Nederland zetten en maakte plannen voor een ingrijpende vernieuwing van het bedevaartscomplex. Op 1 mei 1930 gaf de bischop van Romond verlof om in de smacht het heilig doopsel toe te dienen. Deze toezegging is een zegen geworden voor vele mensen, jong en oud. In 1933 werd de rectoraatskerk vergroot door het schip met één travé te verlengen en er een doopkapel en bergplaats aan te bouwen. En er kwam een nieuwe rectoraatswoning gelegen tussen de oude sint josephkapel en de nieuwe kerk in 1936. De oude woning werd gesloopt. Op verzoek van rector Wonders schreef de uit Venray afkomstige publicist Arimaas een boekje over Smakt en sint Jozef. In 1938 startte de rector een actie om de nodige gelden bijeen te brengen. Op grote schaal werden folders verspreid en elke tiende inzender die de vraag: Waar ligt Smakt juist beantwoordde, ontving een atlas van Nederland. Voor de KRO-radio maakte de priesteractivist Henri de Greve een regelmatige gast van rector Wonders en daardoor reclame voor de bedevaartsplaats. Het uitbreken van de oorlog haalde een streep door alle plannen. In de herfst van 1944 werd Smak door het oorlogsgeweld getroffen. Het bedevaartscomplex liep zware schade op en ook ging het archief, waaronder een grote collectie dankbrieven van pelgrims, verloren. Het Jozefbeeld werd door de rector tijdig in veiligheid gebracht en meegenomen naar Helmond. Na de oorlog werd de kerkelijke bediening van Smacht door het bisdom toevertrouwd aan de Orde van de Ongeschoeide Karmelieten. Twee jaar later werd de restauratie van de sint kapel voltooid. De paters bouwden in 1949 een klooster achter de rectoraatswoning. Pater Honorius Schedese werd de eerste Karmeliete-rector van Smacht. De Sint-Josephkerk werd na de oorlog provisorisch hersteld. En maakte in 1969 plaats voor een nieuw kerkgebouw naar een ontwerp van architect Franchon uit Kerkrade. De nieuwe kerk staat in verbinding met het klooster. De paters Karmelieten kwamen met een drieledige opdracht naar het kerkdorf: Uitoefening van de zielzorg in smakt het weer op gang brengen van de bedevaarten en de bouw van een klooster met opleidingscentrum voor jonge fraters. Met hun lange traditie van verering tot sint Jozef waren de ongeschroeide Karmelieten bij uitstek geschikt om de bedevaartsplaats nieuwe impulsen te geven. Deze ontwikkeling werd nog versterkt door de hernieuwde aandacht in de kerk voor de Heilige sint Jozef. Bij het overlijden van rector Kremers was Smakt uitgegroeid tot een bedevaartsplaats van bovenregionale betekenis. De meeste bezoekers kwamen evenwel. Uit het land van Kuik en uit de regio Venray. In 1954 verleende de Bischop van Romont de toestemming voor de inzegening van het sacrament van het huwelijk aldaar. Velen, ook van buiten de smacht, zijn sindsdien in de sint kapel of in de Kerk van Smacht getrouwd. Onder de hoede van sint jozef wilden ze hier hun nieuwe levensstaat beginnen. In 1955. Stelde Pius XII het feest van Sint-Jozef Werkman op 1 mei in. Het katholieke antwoord op de Rode Dag van de Arbeid ook op 1 mei. Onder leiding van pater Heine zorgden de Carmelieten voor een grote opbloei van de jozef -devotie. Regelmatig besteedde de KRO-radio aandacht aan bijzondere plechtigheden. In de jaren 50 werd de besmaak dan ook bezocht. Door talloze groepen uit heel Nederland. Congregaties van de Heilige Familie, groepen parochianen, scholen en jeugdverenigingen, afdelingen van katholieke werknemersorganisaties en directies en personeel van bedrijven. In 1958 werd het aantal pelgrims geschat op ongeveer 35.000 tot 40.000. Als het weer het toeliet vonden de Eucharistievieringen zoveel mogelijk buiten plaats op de groot plein achter de oude kerk. Met de bouw van de nieuwe kerk in 1969 kwam die situatie een einde. De diensten vonden van toen af aan plaats in de kerk waarna de pelgrims naar het kapelletje trokken voor de verering van het Sint Jozefbeeld. Hoewel smakt anno nu niet meer kan bogen op de grote aantallen bezoekers uit de jaren 50 en 60, blijft het een populair bedevaartsoord. Jaarlijks wordt de kapel door ongeveer 20.000 mensen bezocht. De pelgrims komen hoofdzakelijk uit Brabant en Limburg, zijn soms van gevorderde leeftijd, maar behalve georganiseerde bedevaarten, van bijvoorbeeld religieuze buurtverenigingen uit Amsterdam, uit Den Haag komen groepen progianen ook uit de omgeving in de maand maart te voet naar Smakt toe. En ook veel individuele bezoekers zijn er. Smakt profiteert daarbij van de ligging aan het Pieterpad, een wandelroute van Pieterburen naar Sint-Pieter te Maastricht. De maand maart, de maand die aan Sint Jozef gewijd is, dan krijgt Smakt het grootste aantal bezoekers. In de nieuwe Sint Jozefkerk hangt een gerestaureerd glas-in-loodraam van 1886 uit de oude afgebroken kerk van Sint Jozef. In de deuren van de sacristie zijn onlangs twee glas-in-loodramen aangebracht met de afbeelding van de heilige Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria. Op elke zaterdag en zondag van de maand maart vinden er kerkelijke diensten plaats in de kerk. Op iedere woensdag is er in Sint-Jozefkapel om half tien een mis. Hoogtepunt is en blijft natuurlijk de viering van het hoogfeest zelf op 19 maart. En de gang en de bezoeken aan het kapelletje. Het beroemde kapelletje van Sint-Jozef. Het enige kapelletje eigenlijk waar zoveel mensen komen, dat bestond ruim 300 jaar. Dus daar zat ook een stukje lustrum achter. Dus met andere woorden, je kon dat lustrum idee rondom het Pelgrimshuis, dat kon je groter maken. En zo is het begonnen. Ontdekte ik dus dat Jozef in wezen stond voor de traditionele christelijke waarden. Het gezin, een zalige dood en een gelukkige levensstaat. En vooral dat laatste, dat sprak me aan. Want uiteindelijk ga je als pelgrim ga je op weg naar een gelukkige levensstaat. Stilte. Je kunt erom schreeuwen. Je kunt erom huilen. Je kunt erom bidden, je kunt erom zwijgen. Maar echte stilte overkomt je. Jozefdag, Timmerluiddag. Mijn grootvader was Timmerman. Mijn vader was Timmerman. En ikzelf ben ook Timmerman. In mijn hele leven heb ik op 19 maart nooit gewerkt. Dit was en is de dag. Van de patroon van de timmerlieden, sint Jozef. Na afloop van het kapelbezoek gaat menig bedevaartganger naar café-restaurant Het Pelgrimshuis voor koffie met gebak. Daar zijn een aantal devotionalia te koop. Aanhangers van nieuwe spiritualiteitsbewegingen maken ook jaarlijks een bedevaart naar Smakt, bijvoorbeeld de Foyer de Charité te Leuvenheim. Op 7 maart 1999 via de smakte de 300-jarig bestaan van de Bedevaartskapel met een plechtige hoogmis, opgedragen door de hulpbisschop van Roermond, Monseigneur de Jong. Sint Jozef wordt al een paar honderd jaar vereerd op smakt, hier in Venray, maar ook over de wereld heen. Deze afbeelding van Sint Jozef heb ik gekregen van een Vietnamese stagiair, daar staat Vietnamese onder Ga tot Jozef. Ik roep u op, ik nodig u uit om op zondag 19 maart naar Smak te komen waar om 11 uur s morgens de hoogmis zal worden opgedragen door onze bisschop, monsieur Wiertz, en het zou misschien wel eens de laatste keer kunnen zijn dat onze bisschop in de functie van bisschop van Roermond in de gemeente Venray zal zijn. Zondag 19 maart om 11 uur. Ga tot Jozef. Kom tot Jozef.